Yo kijkers van Lode Gossens, vandaag ga ik iets doen. Het is vandaag drie koningen. En het is 12 uur. Ik ben net uit mijn bed naar huis gekomen om te slapen. Ik ga vandaag naar mijn filmer. En ja, let's go. Oké, mijn filmer, oh ja, zoals de vorige video was, was mijn buurt. Die mij filmde en mijn video's regelde. Daar ga ik vandaag naartoe en hij is alleen thuis. En ja, we weten niet wat doen, dus ja. Vandaag is mijn blikje zo, helemaal alleen. Hij denkt zo, nu ben waarschijnlijk zo. Ik ben zo eenzaam, zonder jou. Oké. Ik ga wel een beetje lopen. We zijn er bijna. Oké, hier gewoond hè. Oké, nee, ik ga even niet zijn huis laten zien. Mooie auto. Oké, ik ben nu aan het wachten. Het duurt altijd een uur. Oh, het is koud. Halleluja. Oh, het is koud. Dus even kijken hoe lang ik nog te filmen heb. Wow. Nog redelijk lang. Oké, hij is net gaan kijken wie er aan de deur stond. Want ja, het kan altijd zo'n debiel zijn. En ja. Hallo Jasper, ik ben ook net uit mijn bed om 12 uur. Ik heb ook net geslapen. Je is goed eten, hè? Met de wasbeerder en zo. What the fuck. Ik moet eigenlijk eten. Ik ook. Ik ben niet uit mijn bed en zo. Maar ik heb helemaal geen honger en ik begrijp niet waarom. Ja, oké. Let's fucking go. Oh my god. Ik heb dat echt wel staat gewoon. Het is hier wel een beetje donker. Vandaag is het drie koningen en ik weet niet dat we dat gaan doen. Dat dacht ik al, we gaan dat niet doen. Dit is echt fucked up, bitch. Oei, sorry, nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, ik ga open doen. Ik ga gewoon wachten tot als die gaan zingen. En dan, ik doe gewoon de deur dicht. Ik ga zeggen als jullie niet maken dat jullie weggaan, dan ben ik de politie. Oké, dit is ook lol. Ik heb hier net een PlayStation 3 gekocht of 4, ik weet dat niet. Kijk hier, PlayStation 3. Oh ja, mannetjes. Oh, we hebben net hier een PlayStation 4. Maar doe eens gerust, man. Hij moet niet op mij wachten. Hij mocht zo slow. Nee, laat de volgende even bij doen, want ik heb het koud. Ja, pak er nog wat.
Lodoortje vandaag. Oké, mensen, vandaag gaan wij koken met lodegoochels. Ik weet goed hoe dat werkt. Dus we hebben hier een pan. Die zetten we even op het vuur. En dan pakken we een... met een broodje. En we steken dat hier. En hier. Oh, hier zie je. Zo. En dan doen we... Mozzelaar, we moeten een deftig broodje pakken. Deftig broodje. Ja, dat is genoeg. Oké. Dat boeit niet, dan doen we die ene halen. Oké, au, verdomme. Stop. 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 No tongeling. Oké, en dan doen we zo. Zo. Nou staat hier zo een hoop lichtjes op. Een bolken met rood en zo. Wacht, ik aan. Er zitten zo'n bolken en zo. Een bolken. Zo, een bolken. Zo daar. En in het rood. Zo, sorry. Ja, zo in het rood. En dan met lichtjes zo rond, hè. Ja, natuurlijk is zo mooi, hè. Amai, dat gaat er gewoon vandoor. Ja. Ik dacht al dat mijn moeder heel veel te doen van. Mip, mip. Ik ga nu even hier zitten, want ja, nog niet. Ja, dit is over wat zullen wij het hebben, Jasper? Ik zeg ook maar juist dat de zetel was. Ik ben net uit mijn bed gesprongen om 12 uur. Nee. Ja, maar nog maar 20 minuten af. 20 minuten? Dat kan. Oftewel staat onze klok fout, oftewel ben ik, heb ik daar helemaal niet gemerkt. Oké, hij zegt dat het warm is. Alsjeblieft, zeg. En ik heb geen honger, dus ja. En dat vandaag is tenminste een deftige video. Je voelt je irritant en aangesproken. Oké, we zullen niet meer naar Jasper kijken, mensen zullen naar mij kijken. En ik heb nog wel een nieuwe muziek gedownload en zo. En ik heb Tinder gedownload. En er gewoon meisjes met meisjes en dingen. Ja, het is zo. I'm gay. I play Pokémon. Fuck off. Oké, Anton langs serieus kijken. Is het een driekoning? Ja, ik wil kijken wie. Hallo, met Jasper. Hallo. Ja. Ja. Ja, maar om hoe laat zijn jullie dan terug?
Hij zegt. Ja, vind ik zo. Ja, dat heb ik toch niks te doen. Die zijn hier niet. Allee, het is goed. Alle twee, alle drie. Joep. Alle drie? Mijn moeder ook. Die moet ook braaf zijn. Ik dacht eerst dat er de bel ging. Godverdomme, jongen. Ja, ik dacht Ik nog. dat ook niet goed. Wat? Mijn moeder noemt niet dat afgelegd. Oké, jongens, ik ben blij dat ik gewonnen ben. Gewoon kijken naar elkaar zo. Leuke draaistoel. Kijk, mensen. Maar ja, hallo, ik moet wel een beetje naar mijn huis kunnen kijken vandaag. Dus. Bewust? Wat? Wiskunde nog. Ah, wiskunde. Mijn rapport stond dat ik op een tijdelijke vakantie naar de hoeken moest kijken. De hoekjes. Dat zag jij nog niet, hè? Want dan leg ik daarbij, hè. Oh, hij is aan het smossen, hè. Kijk, jongen. Oh nee, dat ben ik ik. Is je pot nu al leeg? Ze biedt krijg ik wel klachten, hè? Dat ik die pot heb leeg gegeten. Maar ja, ik zal ze weten hoe dat dan. Dat die pot aardbeien van Fortuin moet betalen. Hoeveel kost dat? Deze? Ja. 2 euro. Zo fucking veel. Boah. What the fuck, waarom geeft Winkel mij deze? Ik hoef deze niet. Ik hoor dat ze biedt op mensen in mijn kop als ze zijn drie koningen komen zien. Zo, hajo! Kom maar aanbellen, kom maar aanbellen. Ik steek een pinaas in haar gat. Ik ga gewoon wachten en dan niks geven. Ja, mensen, we komen hier lekker doen. Nee, ik geef hun 1 cent. Ja, het geld gevraagd, het geld is gevraagd. Hier mensen, ik krijg 1 cent. Geld is geld. Hier, je krijgt 2 euro. Goed, jullie krijgen deze fucking klein centje. Palet mij niet. Nee, ik ga geen vieze woorden zeggen. Ja, als ik ze nu deze zou geven, ja, dan zijn ze ook niet blij. En als ik nu deze zou geven, dan zijn ze ja, ook wel blij. Ja, ik zou er ook mee blij zijn. Maar als ik ze nu 5 euro ga geven, dan zijn ze wel net bij hoe komt dat? Of als ik een snoep ga geven. Die mensen zeggen ze gewoon, nee, ik ga gewoon 1 cent geven. Een cent is toch geld? Het is wel de fucking begin van mijn geld, hè, mensen. Dus. Morgen. Ja, stel dat het gewoon binnen is af. Nee, ik heb gewoon deze nu nodig en dan moet ik deze niet weten.